Dat houdt in dat we nu tot beslissingen gaan komen. We gaan nu echt een programma maken waar het college de komende jaren mee vooruit kan. We gaan de portefeuilleverdeling rondmaken. We gaan alle afspraken die nodig zijn en die we voor een deel natuurlijk al doorgesproken hebben met elkaar, nu echt ook concluderen. En dan, laat ik zeggen, komt alles op papier te staan en is het vrij om gepubliceerd te worden en om het debat aan te gaan met de Staten. En u denkt dat dat best wel snel kan gaan, hoorde ik. U was optimistisch. Ja, maar ik vond dat een aantal mensen wel erg optimistisch waren. Ik bedoel, ik voelde de last zwaarder worden. Het is niet zo dat het klaar ligt. We hebben de komende weken echt nog een paar forse hobbels te nemen. Dus het kan nog misgaan? Ja, het kan altijd in dit soort processen tot op het laatste moment misgaan. Waar het om gaat is dat mensen het gevoel moeten hebben, we gaan ervoor en we willen er samen uitkomen. Bas de Reus van GroenLinks, is een meerderheid, een krappe meerderheid met 21 zetels, is dat werkbaar, denkt u? Ik denk het wel. Ik denk dat we ook veel voorstellen kunnen gaan doen waar er een grotere meerderheid op te vinden is. Dus ik maak me daar zelf niet zoveel zorgen over. Hoe gaat u samenwerken met 5 partijen die al eerder in een coalitie hebben gezeten? Want u bent dan toch de nieuwkomer van het stel. Ja, we zijn natuurlijk allemaal weer op nul begonnen. We hebben onze programma's erbij gepakt en we hebben gekeken wat komt daarin overeen, wat zijn de verschillen. Dus in die zin hebben we het vorige coalitieakkoord wel losgelaten. Maar goed, het is niet te ontkennen dat er gedeputeerden aan tafel zitten die nu ook gedeputeerden zijn. Dus in die zin zijn we natuurlijk de nieuwkomer. En dat zorgt soms voor goede discussies, dat zal ik maar zeggen. En hoe gaat u er dan voor zorgen dat het GroenLinks-geluid goed vertegenwoordigd gaat worden? Nou, we hebben onze punten goed aan het licht gebracht. Dat gaat vooral om duurzaamheid, energie, natuur, verduurzaming van de landbouw, fietsen en OV. Die hebben we ingebracht en wij hopen dat er in de definitieve tekst ook voldoende voor ons in zit. Want anders kunnen we natuurlijk niet tekenen. Meneer Jan Reus van de VVD. Nou is eigenlijk de enige nieuwe partij natuurlijk GroenLinks. Een partij die toch vrij ver van uw partij afstaat. Hoe denkt u dat die samenwerking gaat verlopen? Wij hebben nu de afgelopen weken met elkaar om de tafel gezeten. Daar hebben we hele constructieve gesprekken gevoerd. En van beide kanten, ook al zitten we ideologisch van oudsher ver uit elkaar, hebben we toenadering gezocht om in het belang van Flevoland te zorgen voor een stabiel bestuur. En ik schat in dat we daaruit gaan komen. Dus ik ben positief gestemd. Gaat u nog slapeloze nachten krijgen, denkt u, voor 10 juli? Ik denk dat het meevalt, maar we hebben nog wel een paar avonden te gaan waarop het laat kan worden. Dus wat dat betreft is er misschien niet veel slaap bij.